Dames en heren, Harry Meijs was een debutant. Ik heb u gevraagd om hem mee te nemen in zijn buurt. De buurtrainer die we nu ook krijgen, is ook een debutant. En het is niet zomaar een debutant. Het is de jongste deelnemer ooit. Dames en heren, Rudy van Steenberg alias Taxi Sixpack! Zeer geacht publiek, hier in hotel, café, restaurant, partytent van Saze te Krachenburg. Met ongepaste trots vraag ik uw aandacht voor de jongste en tevens verreweg knapste buurtrainer aller tijden. Deze good-looking, mega strak gevormde glamour polderboy presenteert zich als Taxi Sixpack. Met deze hunk achter het stuur verandert een simpel ritje door de polder in een adembenemend Kamasutra-avontuur. Hunkerende vrouwen in een rij, kwijlende meiden op de achterbank. Dat is Taxi Sixpack. Weg met vatsige chauffeurs en belegen taxicentrales. Het is tijd voor romance. Het is tijd voor sexy driving. Het is tijd voor actie. Vaders in de zaal, hou uw dochters vast, want hier is Taxi Sixpack. Ik weet niet welke idioot me aangekondigd heeft als Taxi Sixpack, maar dat ga ik niet redden in dit leven. Goedenavond, mijn naam is Taxi Airbag. Verwekt, geboren, groot geworden en bijna verongelukt in de polder. Lekker is dat, zo'n ritje over de ketelbrug. Komt er ineens een compleet wegdek naar boven. En mijn tandarts maar lachen. Ja, dat kost je weer een kroon en een brug. En dan noemen ze juist dat ding bij Ens... de Ramspolbrug. Nou, de grootste ramp ligt toch echt tussen Emmeloord en Lelystad. En voordat ik met die gladheid over die verrekte ketelbrug ga, rij ik altijd even langs met mijn emmertje langs die afvalscheidingsstation. Zeg ik tegen die scheidingsambtenaar: heb je nog wat? Begint die vent te zeiken over die sneeuw en al dat ijs. Ik zeg: zout op! Ja. Ja, klopt, zegt hij. Al 2 dagen. Onderweg maak je echt alles mee. Neem mijn collega Henk. Die kreeg laatst een vrouwtje achter in de auto. Wordt keurig op de plek afgezet. Maar bij het afrekenen komt die meid erachter dat ze geen geld bij zich heeft. Trekt dat mens ineens haar blouse open. En kijkt eens in de spiegel. Kijkt wat om zich heen. En zegt: heb je niet kleiner? Ja, die Henk, mijn vrijgezelle collega, heeft het echt altijd over seks. Vraag laatst onze typmiep aan Henk of ze een keer zijn huis mag bewonderen. Zegt Henk:
Zullen we dan maar een avondje prikken? Het was echt te gênant voor woorden. Vooral toen Henk nog zei, heb je nog een gaatje vrij dan? Soms heb ik wel eens beroemde sterren in mijn taxi. Laatst nog moest ik die stotterende schaatser Venemas bij het voorhuis oppikken. Wat een chagrijnige vent is dat, hé. Breng me zo snel mogelijk naar de huis. Rotchauffeur. Nou, ik zei, dat is ook geen lekkere kwalificatie. Werd hij pissig? Rijklojo. Heb ik toch altijd gedacht dat die vent uit Friesland kwam? Voordat hij eruit kreeg dat hij bij Dalsen eraf moest, was ik al voorbij afslag Lemmer. Maar ook hier in Krachenburg heb je nodige sterren. Van de herfst moest ik een speler van Krachenburg naar een wedstrijd ergens in Drenthe brengen. De naam van die speler, Erwin Tissing. Heb ik nog even naar die wedstrijd staan kijken? Maar nu snap ik pas goed wat zijn bijnaam is. Tissue is. Zijn spel was echt om te janken. Toch kan hij wel aardig goed mikken. Sinds kort is hij nopscorer bij zijn eigen vrouw. Laatst had ik Wouter van der Beek achterin. Zat hij de hele tijd te zeiken over mijn rijstijl. Of ik niet harder kon. En welke kant ik op moest. Blijf toch zo wennen, hè. Zo'n uienhandelaar die Parijs-Dakar rijdt. Maar ergens is het ook wel weer logisch. Van uien raak je gewoon snel aan de race. Soms heb ik ook VIP's in de auto. Very important poldersterren. Neem nou wethouder Jaap van der Est. Ja, dat is die vent die er voor de verkiezingen nog een complete sportboulevard wil doordrukken. Nou, en daar gaat hij heel ver in. Hij stapte een maand geleden met zo'n rode kop mijn taxi in en met zo'n geweer en haal me over bestemming Flevoboys terrein, zei hij. En haal me over een uurtje maar weer op. Ik moet even wat meeuwen wegknallen. Nou, die hockeyers zijn dus echt mietjes. Want hij heeft het voor elkaar, die van der Est. De meeuwen vertrekken. Scheidlijsters. En wat denk je van onze burgemeester? Moest ik hem 2 weken geleden voor een grote klus naar dat nieuwbouwproject brengen, in Band. Hij had grote laarzen aan en een mooie blauwe overal. En zelfs metselgereedschap. Ik denk zo, wat een geweldige man. Gaat onze eigen vader, burgervader, ter geest der pioniers, zijn handen eens flink uit de mouwen wrijven. Steken. Leg die één steen. En op die steen de naam van onze rappe ridder. Met zulke koeienletters. Durft hij ook nog op te scheppen? Want hij was helemaal niet de legger van die eerste steen. Er stond zeker al zo'n muurtje. Rij ik laatst over de A6, zie ik daar een topper in glitterpak op die gigantische roze bank zitten. Ik dacht, ah, eindelijk iemand die kon proefwonen. Dus ik maar even stoppen, zie ik dat het Gerard Joling is. Ik zeg, wat brengt jou nou naar deze roze bank? Ik heb geen idee, zegt hij.
Ik volgde alleen mijn aanwijzingen op mijn GPS. Rijd ik door naar Van der Valk om een advocaat op te pikken. Zeg ik tegen die stropdas, jij gaat het flink druk krijgen de komende tijd. Hoezo, zegt hij. Seks met dieren wordt bij wet verboden. En het stikt hier in Nederland van de mierenneukers. Nee, dan mijn collega Henk. Die is meer van de vrouwtjes, zoals ik al zei. Zat hij weer eens met een mooi vrouwtje voor in de auto? Dat heb ik nou nooit, hè. Loopt hij wat te frummelen aan haar blouseje? Wordt hij ineens stoppengedwongen door de politie? Zegt die agent, zo meneer, het lijkt me beter dat u twee handen gebruikt. Ja, maar agent, met welke hand moet ik dan sturen? Laatst had Henk nog een rietje vanuit Krachenburg naar de Wallen. Nee, ik ga niet zeggen welke polderboer hij in de auto had. Beroepsgeheim. En dan noem je geen namen, hè? Nou, goed dan. Ik zal één tip geven. Ik zie hem vanaf hier staan. Hij heeft een biertje in zijn hand. En sinds 10 seconden heeft hij een rode kop. Komen ze bij dat bordeel, vraagt hij of Henk mee naar binnen wil, hè? Donderop, zegt Henk, ik ga echt niet weer uit de kleren. En ik laat me niet weer uitlachen door al die vrouwen. Ja, je moet wel weten dat die Henk in volle glorie zo lachwekkend klein is, dat ze hem een bijnaam hebben gegeven. Stand-up comedian. Moet ik toch ineens denken aan onze jurylid, Jeroen Pater. Die heeft ook zo'n klein kunstberoep. Vroeger lag ik natuurlijk echt goed bij de vrouwtjes. Dus heb ik het laatst weer eens geprobeerd. Op een avond bij Lou Mulders in Shea. Nou, ik naar de stappers van toen. Wat een verloren avond. Ik maar denken dat allerlei oude vlammen tegen zou komen. Nou, die waren flink uitgedoofd allebei. In Krachenburg kun je trouwens best stappen. Maar dan is er grote kans dat je daar Harold van Bachhausen tegenkomt, ja. Slager van Meppel. Barbecue koning van Krachenburg. Die vent, hè, die wil echt alles regelen. Als hij ergens anders is, tenminste. Want thuis zwaait Wilma met een vleesvork. Ja, die Harold. Die Harolade. Ja, die Harolade zit thuis goed strak in zijn netje. Oh, mijn mobieltje gaat. Oh, dat is die boer met die rode kop. Nou mensen, ik moet gaan. En je weet het, hè. Ritje bestellen. Taxi airbag bellen. Hij brengt je heen en ook weer back. En ik hoorde net uit anieme bronnen dat die Rudy van Steenbergen genomen is door Leo Giezen. Ja.